Hi. Hoi, hallo. Ik ben Bert. Hoi, hallo. Welkom. En jij bent? Ja, ik ben Laura. Ik ben Laura. Ik heb wat lekkers bij me, Laura. Voor bij de koffie. Zo, lekker. Ik ga met je mee naar binnen. Ja, is goed. Zo, lekker muziek hier. Oh. Kan die wat... Ja, natuurlijk. Hey, Google. Stop maar. Zo, hey, dat is gehoorzaamheid. Zo, hij doet het voor me. Man, wij gaan... Hallo allemaal. Hallo, hi, hi. Laurent, lekker stukje appeltaart? Jazeker, ja, ik wel hoor. Mooi. Nou, eet ze, Laurent. Ja, dankjewel. Ik draai hem even een klein beetje mee, dat ik mee kan kijken. Ja. Zo, dit is, hoe heet het apparaat? Ja, een Google Home. Google Home. En waarvoor gebruik jij het bijvoorbeeld? Ja, en om muziek mee te luisteren en zo. Dus waar kun je het nog meer voor gebruiken? Hey, Google. Vertel eens, wat is het weer? Op dit moment is het 7 graden en bewolkt in Zeist. Hey Google, hou je van appeltaart? Dat klinkt lekker, appeltaart. Ik kan me voorstellen hoe het smaakt, heerlijk. Melissa, ja? Voor jou ook een lekker stukje appeltaart? Nou, echt wel. Want we mogen wel eigenlijk iets vieren, hè? Ja. En dat heet Google Home. Ja. Hier ligt er een. Ja. De kleine versie. Ja. Is dat de Google Home, het apparaat wat jij zelf hebt? Ja. Geef me eens één voorbeeld wat je bijvoorbeeld kunt doen. Hey Google, vertel eens een mop. Eens even denken. Nee, deze ken je vast nog niet. Waarom was de kleermaker wereldberoemd? Hij had nog nooit een steekje laten vallen. Nou, dat is ook gewoon heel grappig. Ja. Maar soms is het ook echt heel nuttig, hè? En dan gebruik je de agenda. Ja. Kun je dat ook laten horen? Hey Google, wat staat er in de agenda vandaag? Melissa haalt post, Laurent geeft plantenwater, Michel brengt vuilnis weg. Maaike, je bent zorginnovator projectleider. Ja. Google Home is een succes, hè? Absoluut. Het roept zelfstandigheid en trots op bij de mensen die bij Bartimeus in Doorn en Zeist wonen. Het is prachtig om te zien wat dat met hen doet. Waar blijkt dat uit? Deze doelgroep kan vaak niet omgaan met de digitale middelen die voor ons, jou en mij, super normaal zijn. Dus het mobiele telefoon, tablet, computer. Deze doelgroep kan vaak niet lezen en schrijven. En Google Home maakt het mogelijk met je stem. Ja, mooi hè, hoe Melissa en Laurent steeds meer dingen zelfstandig kunnen doen nu. Agenda bekijken, muziek aan en uitzetten, het weerbericht luisteren. Dat zou toch voor veel meer bewoners van Bartimeus mogelijk moeten zijn. En dat willen we ook. Bartimeus Fonds wil dat heel graag, maar dat kan alleen met uw steun. Dus help mee en doneer.